Waarom heet een quarantaine quarantaine? Omdat het niet cinquantaine is. Het is 40 dagen dat men op zijn schip moest blijven toen daar de pest uitgebroken was, of de beriberi, of de cholera. Het schip in de haven, 40 jours, en dan mochten ze aan land komen om de hoeren te besmetten. Waarom geen 30 dagen? Waarom geen 50 dagen? Waarom exact 40 dagen? Dat is een maand plus 10 dagen. Is dat logisch? Absoluut, want Christus, nu komen we er, die heeft ook 40 dagen gevast in de woestijn, voordat hij zijn trucs begon te doen. Wijn in water veranderen, lammen laten lopen, blinden laten zien, stommen laten spreken. Nee, wij laten de stommen ook spreken. Absoluut. Maar wat deed Jezus daar nog zo? 40 dagen in de woestijn werd Jezus verleid door de duivel. Die zei hem: Jezus, als je uw zus in uw hand neemt, zulde gelukkig zijn. Christus, die zei: ik ben de zoon van God, ik ben niet zot. Wat dat hij daarmee juist wou zeggen, dat weet ik niet. Dat staat ook niet in de Bijbel uitgelegd. Maar dus, hij heeft daar 40 dagen gevast. Zich bezonnen en dan is zijn openbaar leven begonnen, waar ik niet verder ga over uitweiden. U kunt dat allemaal terugvinden in de Bijbel, onder de letter en Nieuw Testament. Oké, dank u voor de les. De volgende keer leren we u gras afrijden. Telefoneren naar Sam Goris.